Dag allemaal. Ik ben normaal een zoekende filmer. Vandaag niet. Ik ben op bezoek bij Zuid-Holland Metaaldetectors. En vandaag gaan we het hebben over de Coinfinder. En waarom de Coinfinder? Nou, omdat in principe iedereen bekend is met de midden- en de topklasse. Maar er is natuurlijk eigenlijk heel veel zoekers die een kind hebben. En wat ga je voor een kind kopen? Een kindermetaaldetector. Maar waarom niet een goede kindermetaaldetector? De meeste kindermetaaldetectors voor een hele lage prijs is eigenlijk gewoon weggegooid geld. Kind heeft er geen plezier aan, stopt ermee. En eigenlijk alles wat je geïnvesteerd hebt is verloren. Ik ben van mening dat de Coinfinder absoluut dat niet is. En wat krijg je? Een doos. En we gaan de doos openmaken. Gaan we even kijken wat erin zit. Kijken wat je er allemaal bij krijgt. En we gaan uiteraard even kijken wat die doet en hoe die werkt. Wat krijg je allemaal? Deze prachtige doos kan natuurlijk open. Er zit als eerst in een schepje. Het is leuk voor op het strand. Er zitten zeefgaatjes in, dus je kan scheppen. Een beetje zeven en je vondst blijft erin zitten. Grappig, leuk voor een dingetje. Als je iets meer wil scheppen, dan zou ik toch voor een wat sterker schepje gaan of een wat groter schepje. En er zijn natuurlijk ook in allerlei maten andere schepjes te verkrijgen, maar hij zit er wel bij. Een koptelefoon. Dus is het goed voor de concentratie van je kind, omdat het niet wordt afgeleid door allerlei andere geluiden om zich heen. En ze kunnen goed de detector horen. Er zit een normale plug in, dus iedere gewenste koptelefoon zou erop kunnen. Maar er zit wel een koptelefoon bij en dan de detector. Zoals je ziet in drie delen, dus hij wordt in elkaar gezet. En dat kan heel goed door middel van de handleiding van de Coinfinder. Dit is hem. Helemaal kant en klaar. Ja, drie delen, of eigenlijk vier delen. De steel die bestaat uit twee delen. Die kan je in- en uitschuiven en vastdraaien door middel van deze knop. De schotel, die doe je aan de steel. Zit met een pen vast. De draad wikkel je netjes eromheen. Niet te los, maar zeker niet te strak. En die doe je aan de bedieningspedaal. De bediening gaat met drie knoppen. Aan-uit. Sensitivity en discriminatie. Aan-uit is tevens ook de volumeknop. Dus hoe hoger die staat, hoe harder die gaat piepen. Hoe lager die staat, hoe minder hard die gaat piepen. Dan hebben we de middelste knop, dat is sensitivity. Dus de gevoeligheid. Die zetten we helemaal open. En dan hebben we hier discriminatie. De discriminatie zorgt ervoor dat er materialen zijn die je niet wil horen, kan je uitzetten. Ik raad iedereen aan, zeker beginonderzoekers, om dat gewoon lekker van af te blijven en helemaal uit te zetten. Dan hoor je ook ijzer, maar er is een foefje voor en dat ga ik jullie nu laten zien. Nou, hij staat aan zoals ik gezegd heb. Volume vol open, sensitivity vol open en de discriminatie helemaal dicht. Wat willen we het liefste vinden natuurlijk? Geld. Geld, goud en zilver. Daar zijn we allemaal naar op zoek. Dus ik heb als eerste een mooie oude zilveren munt. Duidelijk en strak. Wat je moet doen, is de coil recht houden. En rustig over de grond. Niet de grond raken en niet te ver boven de grond. Wat willen we nog meer vinden? Goud. Een gouden ring. Prachtig signaal. Eurootjes. Wie is er niet gek om zijn spaarpot te vullen? Dus als je in de speeltuin bent en je wil met je vriendjes geld zoeken, het ligt overal op alle speeltuintjes. En als je nu twijfelt of je metaal, ijzer of iets anders hebt. Hoor je dat? Twee piepjes.
twee piepjes geeft aan dat het geen goud, zilver of iets van geld is, maar geeft aan dat het ijzer is of aluminiumfolie. Ik raad even zo goed aan om toch te graven, maar je weet ongeveer wel wat er ligt. Dan gaan we nog even over de diepgang hebben. Ik ben gewoon sprakeloos. Zie je hoe diep dat gaat. En nou is dit wel een groot voorwerp hoor. Maar dan pakken we de zilveren munt. Dat is zomaar 15, 20 centimeter. Ik zeg, als je een metaaldetector wil voor je kind, en je wil niet al te veel geld uitgeven, maar je wil wel iets goeds, is dit absoluut een topapparaat.